Mijn naam is Steven Prins. Ik ben architect en partner bij Powerhouse Company. En sinds 2012 ben ik betrokken als projectarchitect bij het ontwerpen en de realisatie van het Conradhuis. En in de huidige uitvoeringsfase doe ik de esthetische begeleiding en zorgen we ervoor dat het ontwerp wat we hebben gemaakt ook op de juiste manier gebouwd wordt. En daarom staan we nu op de bouw. Ik sta hier op de 13e verdieping. We zijn hier op de begane grond aangekomen. Dit is een extra hoge ruimte met extra hoge ramen. Hele grote ramen om mooi zicht op de stad te hebben. En hier zal een makers lab komen met hele grote robotarmen voor het raam. Nou, en ik sta hier nu dus in het atrium, dus tussen eigenlijk de verschillende gebouwdelen en ook het Theo Thijshuis, waar eigenlijk gewoon door wordt gewerkt. En dit wordt natuurlijk echt een hele bijzondere ruimte als je zo helemaal omhoog kijkt. Dan hebben we daar 30 meter boven ons een glazen dak, waar als straks de stijgerweg een heel mooi daglicht naar binnen komt. Ik studeer Build Environment en loop nu stage bij Powerhouse Company. Zij hebben ons nieuwe schoolgebouw mede ontworpen en vandaag neem ik je mee op de locatie. We zijn hier vandaag omdat we een afspraak hebben met de opzichter. We gaan een ronde doen over de bouw, waarin we verschillende dingen gaan bekijken en controleren of de kwaliteit voldoende is. We staan nu in de toekomstige leslokalen. In april zullen we verhuizen en dan zal dit veel meer op een echt schoolgebouw lijken.